Het is meer als je gewoon een meisje bent en je woont nog thuis. Je hebt gewoon je eigen kamer. Hoi allemaal, ik heb weer een Primark shoplog voor jullie. Als je op de thumbnail hebt gekeken, zie je dat het echt vet veel is. Het is ook echt vet veel. Heel vaak ga ik naar de Primark, maar ik tegenwoordig gewoon niet zoveel leuke kleren meer vinden. Dus dan denk ik, ja, het is niet genoeg voor een shoplog. En nu heb ik super veel spullen. Maar ik dacht, ik ga niet al die oude kleding van 2 maanden terug of zo. Of misschien is het maar een maand. Maar dan bij elkaar zoeken. Dus ik heb wel 3 dingetjes, denk ik, die iets ouder zijn. Die ik nu nog wel in de winkel zag liggen, maar niet heel veel meer. Sorry als het geluid niet heel erg goed is. Het waait zo erg buiten. Echt mega storm. Maar ik wil wel gewoon heel erg graag filmen. Ik heb dus een tas vol. Ik heb nog 2 shoppers die ik daar heb gekocht vol. Heel veel accessoires, maar wel super leuk. Ben je hier nou nieuw op mijn kanaal? Vergeet dan niet te abonneren, zodat je geen video's van mij mist. Iedere zaterdag om 9 uur plaats ik een beauty, fashion, lifestyle, food, random video. Heel erg leuk. Als je dit leuk vindt, vind je die video's vast ook heel erg leuk. Dus het zou heel leuk zijn als je abonneert. En geef een like als je zin hebt in deze video. Ik ga ze gewoon lekker aan jullie laten zien. En ik pak gewoon wat ik zie. Als het al van een maand geleden is of zo, zal ik het erbij zeggen. Maar zo niet, dan is het niet zo. Het eerste item is deze badjas die ik dus gewoon net heb gekocht. Hij is 20 euro, dus best wel duur, maar het is van de Luxury lijn, geloof ik. Luxury Robe. Ik heb een L. Wat ik leuk vind, is ik heb best wel veel onesies en badjas en zo. Maar die zijn vrij lang, die zijn meer schattig dan sexy. En dit is echt zo'n sexy badjas, vind ik zelf. Ik vind hem echt prachtig, super fluffy, super zacht. Hij staat mooi en ik ben er heel erg blij mee. Ik ga proberen snel door deze video heen te gaan. Volgende is dit kafpapier. Dat had ik al vaker gezien en dacht ik heb het niet nodig. Maar in principe heb ik... cadeaupapier. Heb ik wel cadeaupapier nodig. Hij is 1,50. Metallic, oud roze met witte hartjes erop. Die lag bij de kassa. Ik vind hem echt heel erg leuk. Dan de kleding. Ik vind het niet echt geweldig allemaal. Maar ik wou gewoon even wat kledingstukken kopen. Dus ik twijfel zelfs heel vaak nog of ik het ga houden. Deze trui daartegen vind ik wel echt heel erg leuk. Dus die wil ik zeker wel houden. Hij kost 13 euro. Het is een maat 16. En dat is deze blauwe trui. Het is trouwens een beetje donker buiten. Dus hij is echt lichtblauw. Maar dat zie je wel, denk ik. Heel erg mooi. Heel vaak vind ik dit soort lichtblauwe trui een beetje oma-achtig, maar dat vind ik bij deze niet. Dus dat vind ik heel erg leuk. Hij is best wel dun, dus iets meer lente-achtig. En van achter ziet hij er zo uit. Super cute. Dan een van de dingetjes die ik dus wat langer geleden heb gekocht. Deze was 6 euro in een maat L van de manafdeling. Dit Superman shirt. Ik vond hem gewoon echt heel erg tof. Ik heb hem nog niet gedragen, maar ik moest hem gewoon hebben. Heel erg leuk. Op de mannenafdeling heb je sowieso wel echt super leuke dingetjes. Dan kocht ik deze. En ik weet dat dit soort lampen echt al heel lang bestaan. En ik kocht er nooit één. En ik heb echt wel leukere nog gezien. Maar ik weet, ineens dacht ik, ik wil hem. Ik was gewoon zo enthousiast toen ik al die homespullen zag. En in mijn enthousiasme heb ik deze meegenomen. Kijk, dit is toch echt een prachtige achtergrond. Het enige probleem is als je hem er dus uithaalt. Ik weet niet hoe je hem kan neerzetten. Want ja, hij zit nu nog vast. Maar je kan hem niet zo neerzetten. Dus je moet hem dan zo neerzetten. Maar dat vind ik heel erg lelijk. Dus weten jullie dat misschien? Hij was 12 euro, dus nog best wel duur. En er zitten geen batterijen in, staat er. Maar toch kan je hem testen. Dus ik snap niet precies hoe dat zit. Maar ik vond hem gewoon heel erg leuk. Ik draag heel vaak van dit soort linnen tasjes. Of die heb ik heel vaak bij me. En ik heb 2 hele leuke met katten erop van de Primark. Ik wil die tasjes echt gaan sparen ofzo. Ze zijn 1,50. Ze zijn super leuk. Je hebt er nog veel meer. Maar ik koop ze alleen als ik ze echt geweldig vind. Deze vond ik ook echt geweldig. En ik heb er nu weer allemaal spullen in gestopt. Maar deze was dus 1,50. Oh ja, dit vond ik echt idioot duur, maar ik moest het hebben. Het is zo'n notitiebordje. En wij hebben in de keuken ook zo'n notitiebord. Super handig om gewoon, we zetten vaak de boodschap erop. Of stel je echt een telefoontje en je moet dat opschrijven, dan schrijven we het daar snel op. Maar deze is zo mooi. Kijk. Life goals. Hij was dus 7 euro, vind ik echt, echt veel te duur. Maar ja, het zal wel aan het materiaal liggen of zo. Kijk, je kunt er dus echt op schrijven. Ik ga hem even testen. Ja, deze moet ik gewoon houden. Ik vind het echt best wel duur. Ik weet niet of wat jullie ervan vinden, maar er zit ook meteen zo'n schoentje op. En dan, wat is mijn life goal? Gelukkig. Het is niet zo'n mooie zwarte letter als dit, maar ik vind hem echt heel erg leuk. Ik ga even kijken waar ik hem ga hangen. Het is gewoon meer een soort to-do-list dingetje of zo. Maar hoe erg die mooi glittert en zo, ik vind hem echt geweldig. Dan voor 3,50. Eigenlijk meer voor Ruben, want hij houdt heel erg van die herten, dat soort dingen. Deze gouden kaars. Ja, do I need to say more? Dat is deze kaars. En vet jammer, deze kocht ik wat langer geleden. En nu zag ik dat die 3 euro was. En ik heb er dus 6 voor betaald. Dat vind ik altijd zo stom. Kijk, is het nou wel 6 naar 5? Oké, maar de helft? Her. Terwijl ik hem zo tof vind. Ik heb al vorige keren dit met een unicorn gehad. En er leg ik gewoon ringen op en spulletjes. En dan zag ik deze van een mermaid. Die
Die vond ik gewoon super, super leuk. Ook heel leuk als cadeautje of zo. Maar ik ga mezelf houden. Ik heb hem heel lang dichtgelaten. Dan nog iets wat ik eigenlijk niet nodig heb. Want ik heb super veel van dat soort balletjes om op te hangen. En ik gebruik ze nooit. Maar die zijn zo grof. En deze vond ik zo mooi. 8 euro. Ik twijfel er nog, maar ik denk dat ik ze gewoon wil houden. Ik vind dat zo tof. En het is meer als je gewoon een meisje bent en je woont nog thuis. Je hebt gewoon je eigen kamer of je woont als meisje alleen. Het is niet echt iets als je samen woont. Maar Ruben vindt het denk ik prima. Ik weet niet waar ik hem ga hangen. Misschien in de hangstoel. Misschien toch gewoon in de slaapkamer aan wat schroefjes. Hebben jullie ideeën hoe je dit leuk kunt ophangen? Kijk, ik vind ze zo mooi. Het is echt een beetje parelmoerglans. Kijk, dit is mijn hand. Dus ze zijn niet zo heel erg groot. Niet zo grof. Ik vind ze heel erg chic en sierlijk. Ja, ik moest ze gewoon hebben. Hoe zouden jullie ze ophangen? Hebben jullie tips? Of stuur me een foto op Instagram of zo met hoe jij dat thuis doet. Ik ben heel benieuwd. Deze sloffen. Alleen deze moet ik terugbrengen, want die passen niet. Het is 40-42, maar mijn voet past er echt niet in. Ik vond het leuk, echt van die ordinaire-achtige sloffen. Ik heb maat 41 en deze zijn echt te klein. Dus helaas, ze zijn 5 euro. En ze zijn wel echt mooi, comfortabel en dik en stevig. Ze zijn ook in andere kleuren, dus ik vind het jammer dat ik ze niet pas. Maar die gaan terug. Dan had ik ook nog heel veel haarelastiekjes, schuifclipjes, dat soort dingetjes. Maar die heb ik allemaal niet gepakt. Net deze sokken die ik vorige keer ook had verteld. Die zijn nu nieuw. Dat zijn echt van die low-cut. Hoe heet dat? Ja, low-cut. Ideaal voor de zomer, maar ik draag dat nu eigenlijk ook. Die zijn 3 euro. En deze zag ik nog boven bij de mama- en kinderafdeling in Almere, waar ik altijd ga. En ik vond, ja, ik twijfelde heel erg. Toen dacht ik, oké, ik heb nu toch al zoveel onzin, ik moet hem hebben. Deze unicorn. En ik wil dit eraf halen, want dat maakt het heel kinderachtig. Maar als je hem gewoon zo hebt, vind ik hem echt heel leuk voor aan mijn autosleutels. Voor 2,50. En deze vond ik ook super tof. 1,50. Voor fotootjes of memory cards of zo. Je had hem ook in het roze, maar ik vond die gouden echt super mooi. Het beweegt dus. Er zit super veel glitter in. Heel erg leuk. Ik vind hem echt heel chic. Ook zo leuk om cadeau te geven met een fotootje van jullie samen of zo. Super leuk. Wat hebben we nog meer? Ja, dit shirtje. Die heb ik net gekocht ook. Ik twijfel. Hij was in de sale. Hij was van 6 voor 3. Dit is maat 20. Ik vind deze kleur gewoon zo leuk. Maar het shirt zelf. Ik weet niet of het nou zo'n leuk shirt is. Ik heb hem nog niet gepast. Ja, dat zien we wel op het aanbeeld. Voor 3 euro. Deze kleur is best wel lastig te vinden nog. I don't know. Ik vond het gewoon een heel leuk kleurtje. Dit topje. Maat 16. 5 euro. Ja, om in te slapen of ik weet het niet. Maar ik vond hem voor dat geld gewoon echt te leuk om te laten liggen. Ik ga echt heel weinig zeggen over de kleren, jongens. Ik ga het gewoon lekker laten zien, want dat willen jullie. Oh ja, dit badpak. Maat 16, 5 euro had ik al een tijdje geleden gekocht. Maar lag de hele tijd klaar voor de shoplog. En ik zag dat ze hem nu gewoon nog steeds hebben. Vacation vibes. Het is zo'n lage rug. Het liefst heb ik een wat hogere rug, maar... Toen ik laatst een badpak nodig had, was het niet te vinden. Dus ik dacht, nou, nu zie ik deze best wel cheap. Die bandjes vielen deed het af of zo. Dus niet echt een super goed badpak, maar wel gewoon heel leuk. Meer om in te zonnen. Hoewel ik liever zon in een bikini, maar stel ik wel zon in een badpak. Meer dat, dan dat je echt actief gaat zwemmen, weet je wel. Voor dat is je niet heel geschikt. Nog een goedkoop shirt. Deze was ook 5 euro, ook maat 16. Het enige nadeel vind ik dat ik even dacht dat... Wat dacht ik? Dat dit zeg maar aan de voorkant zat. Maar het is aan de achterkant. En toen ik hem aandeed, vond ik het eigenlijk een heel saai shirt. Zoals ik al zei, ik ben echt niet enthousiast over de kleding die ik heb gekocht. Ik wilde gewoon kleding kopen, maar ik denk echt dat best wel wat dingetjes van de kleding teruggaan. Ik vind vooral de accessoires heel leuk. Ja, het is gewoon een groen shirt, maar ik vind hem niet heel boeiend. Ik zie zo wel weer even op het aanbod of ik echt mooi zet of ik hem haal. Maar het was best wel goedkoop. Ik ga hem niet zeggen waarom koop je het als je het niet leuk vindt. Ik heb gewoon een bon, dus ik kan het gewoon terugbrengen. Deze heb ik het kaartje er niet meer aan. Die is ook al wat ouder. Had ik die nou wel al? Nee, ik had een Primark shoplog opgenomen, maar ik was niet tevreden over de shoplog. Dus die heb ik nooit gepubliceerd. Terwijl er echt vet vol in zat. Eén van die dingen was dit shirt. En voor de rest liggen het allemaal in mijn kast. Dit NASA shirt. Volgens mij was hij wel iets duurder, want het is zo'n merkdingetje binnen Primark, dus NASA. Ik vond hem heel erg tof. Ik heb hem eigenlijk nog niet gedragen, want hij is net te strak voor een slaapshirt. En net te lang voor een gewoon t-shirt. Maar alsnog vind ik hem wel heel erg leuk. Ik doe gewoon allemaal kledingstukken. Deze staat helaas niet mooi, dus die gaat terug. Dit is maat 14. Deze was ook 5 euro. Die peplum modellen staan mij altijd wel goed, dus daarom had ik deze gekocht. Maar dit is met een elastiek. En dan staat het dus weer niet mooi bij mij, want dan gaat het hier een soort knellen. En maakt het heel erg poffy. Dus hij is echt heel erg leuk als je wat slanker bent, denk ik. Maar hij staat mij niet zo goed, maar ik vind hem wel super leuk. En dit shirtje kocht ik ook in een sale voor 3 euro, geloof ik. Maat 20. Dit legershirt. Een beetje een gekke legerkleur. Ik had hem eerder al gezien. Toen dacht ik van, ik vind hem een beetje gelig. Maar nu was hij echt super goedkoop. En heb ik hem gekocht. En dan heb ik 2 keer de watermeloentas, omdat ik hem zo geweldig vind. Alleen, je moet even kijken, want laatst had ik gewoon een joggingbroek. Zo'n strakke legging joggingbroek aan.
gewoon een trui. Weet je dat niet echt fancy of zo? Had ik deze erbij, dacht ik, oh, ik ben echt zo'n sloeber nu. Dus je moet hem wel even leuk combineren of zo. Maar ik vond hem gewoon geweldig. En daar heb ik er dus nog een van. En daar zitten ook weer dingen in. Even kijken. Watjes. 1,50. Laat me trouwens weten of je het chill vindt dat ik er gewoon zo lekker snel doorheen ga. Ik kijk altijd Primark shoplogs, want ik wil weten wat er is in de winkels. Dus ja. Deze fles vond ik echt heel leuk. 3,50. Ik zag er nog maar één liggen. Ik weet niet waar die lag. Ik heb altijd als ik iets koop, pak ik de achterste. Ik wil nooit de voorste. Maar goed, er was er nog maar één. Met een beetje stof op, maar dit is een beetje plakkerig. Het leuke vind ik dat het dus zo'n fles is. Dat je zo kan drinken. Super chill. En ik denk dat die ook gewoon niet lekt, want ja, je doet hem als het ware dicht. Heel erg leuk. Het activeert je ook weer gewoon om water te drinken. Ik hou echt van dit soort flessen. Dit tasje. Ik heb een heel mooi make-up tasje van My Oh My, die ik elke dag gebruik. Maar ik dacht, maskertjes of zo mee te nemen, doe ik dat hierin. En een beetje unicorn-achtig. 4 euro. Ik vond het echt een heel tof pastel tasje. Ik moest deze gewoon meenemen. Ook heb ik een showerpuff. Die dingen vallen altijd uit elkaar. En nu heb ik een blauwe. Ik weet niet meer waar ik hem heb gekocht. Hij is super groot. Ik doe er al zo lang mee. Hij gaat niet stuk. Maar toen dacht ik, het is best wel vies dat ik hem al... Ook al doe je er altijd douchegaan in, toch? Is het een beetje vies dat ik hem al zo lang heb. Dus ik koop een nieuwe. Volgens mij gaan deze dus best wel snel uit elkaar. Ik weet niet waarom. Dat denk ik. Hij is maar 1,50. Maar wat ik heel chill vind is dat hij een zuignap heeft. Dus je hangt hem gewoon zo weer aan de douche. En hij is roze, dus dat vond ik super leuk. Oh, ik heb wel wat elastiekjes nog. Minis, heel erg leuk. Als ik weer een vlecht maak of zo, dat ik dan onderin zo'n elastiekje heb. Vaak doe ik dat met zulke. Dit zijn trouwens gekleurde unicorn-achtige. Met glittertjes, maar dat zul je nauwelijks zien. Dat vond ik gewoon heel erg. Deze zijn super handig. Inderdaad, voor een vlechtje. Maar ik vond het ook wel handig om zulke te hebben. Die had ik eigenlijk nog nooit gezien. En ook als ik gewoon zo een staartje boven op mijn hoofd doe, zijn die wel heel erg handig. Ik zag deze. Oh ja, die heb ik ook net pas gekocht. Super mooi. 4 euro voor deze soort chokers. Ik ben heel benieuwd hoe die staan. Dat ga je vast wel zien op Instagram of Snapchat. Die staan altijd in de beschrijving, mocht je me daar willen volgen. Prachtige chokers. Ik zou ook tegen Ruben wat veder van, want hij haat chokers. Hij zei ook, die zijn echt heel erg mooi. Dan heb ik nog smintjes. Voor. Volgens mij kost dat 1,50 of zoiets. Maar ik had toen gewoon smintjes nodig. Ik heb ze blijkbaar alleen niet gebruikt. En deze ben ik echt super benieuwd naar. Hij was zo mooi. Kijk. Ik ben een beetje gestopt met die make-up daar kopen. Want ik heb toch gewoon mijn daily make-up die ik gebruik. En ik hoef niet allemaal nieuwe dingen. Maar ik zag deze ook een tester van liggen. En ik vond hem echt prachtig. Ik wil eigenlijk nog wel weer een keer zo opmaken met Primark make-up doen of zo. Even openmaken. Sculpt & Blush Kit. Bronze, Glow & Blush. Heel erg mooi, weet ik. Ik weet het niet meer. Het is echt heel kort geleden, maar ik weet het al niet meer. Oh ja. Dit is precies wat ik elke dag gebruik. Want ik heb van de Balm een bronzer, van de Balm een blush en van de Balm een highlighter. En ik zweer, jullie zien er exact zo uit. Ik ben heel benieuwd. Ik ga kijken of dit misschien wel dupes zijn. En dan ga ik gewoon een dupe video opnemen daarover ofzo. Ene kant die, de Balm. Andere kant Primark. Zo niet, vertel ik het ook wel op Snapchat als het geen video waard is. Maar check hoe mooi. Ik weet niet of jullie dit kunnen zien. Even zo doen. Zo prachtig. Echt, ik heb ook van Sleek die Rose Gold. Die lijkt weer op Nars Orgasm. Kijk. Prachtig. Hier ben ik super benieuwd naar. Hier horen jullie zeker meer over. Is het niet in een video, dan zal het wel op social media zijn. En ik zal ervoor zorgen dat ik dat pas doe als deze video online staat. Want soms doe ik het en denk ik, de video gaat nog helemaal niet online. Dus zien jullie dit nu? Dan heb ik het al gedaan. Dus daar hebben jullie niks aan. Dus ik zal er even mee wachten. Dan was dit de shoplog. Ik zat lekker op de grond. Ik heb hier echt een mega bende achtergelaten. Ik ben super enthousiast over de spullen die ik heb gekocht. De kleding wat minder. Eigenlijk had ik meer het gevoel van, ik maak een shoplog. Dus jullie willen ook kleding zien. Maar ik denk dat jullie het toch ook gewoon heel leuk vinden om dit soort dingetjes te zien. Ik ga tegenwoordig ook echt naar de Primark. Juist voor die andere producten. Ik heb ook echt super veel kleren. Dus ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet een like te geven voor deze video als je hem leuk vond en weer een Primark shoplog wil zien binnenkort. Vergeet niet te abonneren om meer van mij te zien. Dan hoop ik dat ik je volgende week zaterdag weer zie op mijn kanaal. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot dan. Doei!